Oh, en Jason gaat gelijk. Die loopt naar de vriezer. Pakt daar een lekker yoghurt. En gaat lekker genieten. Oh mijn god, hij is zo blij. Oh shit! Oh, die geur, jongen. Die yoghurtgeur. Wauw. Oké, wat is Fufu aan het doen? Fufu slaapt op een bankje. What the fuck is Fufu? Ik heb een heel mooi huis voor gemaakt. En dan ga je zo doen. Bitch. Oh, wacht. We hadden trouwens een computer moesten we nog maken. Oké, hier zo een broodje. We kunnen hem beter hier zo neerzetten. En een bureaustoel. We willen een luxe bureaustoel. Ik wil eigenlijk zo'n astronautenstoel. Oh mijn god. Een knoerharde tekenstoel. Damn. Holy shit. Daar ga je knoerharde tekeningen van maken. Oké, kunnen we deze wit... Zo, perfect. Oké. En ja, dat is het ongeveer wel, denk ik. Ik weet het niet. Ja, oké. Dus nu hebben we een computertje. We hebben gewoon alles wat we nodig hebben. Geld aan goed doel geven. Fuck dat. Jason zou dat nooit doen. Jason zou echt nooit geld aan goed doel geven, denk ik. Oké. Wordt door 10 Sims onaardig gevonden. Dat had hij toch wel meer. We willen eigenlijk ook trouwens... Oh, we hebben Consuela nog als onze liefde. Dat is in ieder geval mooi. Oké, we moeten een feest geven. En dan gaat... In ieder geval voor viering dat we een nieuw huis hebben. Dus we kunnen hierboven hebben we gewoon genoeg. En ja, dit is wel fans. Oh shit. Tony Macaroni gaat gelijk gewoon slapen. Die zit van... Oh, ik ga dat even het nieuwe bed... uittesten. Tony Macaroni, ga eens een keer douchen of zo. Die shit, je stinkt. Je stinkt nog steeds. Oh mijn god. Oké, Fufu, ga jij ook eens een keer iets doen? Goed zo, Fufu. Ga maar naar binnen. Oké. En we willen een feest geven. Omdat wij een nieuw huis hebben, willen wij een feest geven. En dat gaan wij... Iedereen is trouwens vrij moe. Yeah, I don't really care. We gaan gewoon toch een feest geven. In ieder geval, of Jessens heeft in ieder geval nog zin. Oké, mee uitvragen, nee. Een sociaal evenement gaan we regelen. Oké, yo, we gaan een feest geven. Oké, zwart-wit feest, incognito, verkleed. Dat lijkt me wel grappig. Etentje, bruiloft. Nee, we doen dit. Oké. Ik ben de organisator. We hebben 2 gasten, nou we hebben veel meer. Holy shit, kijk. Zo. En jij ook. Oh mijn god, we hebben zoveel vrienden. Yes! Jessens. Oh, je kan niet eens meer toevoegen. Nee, deze zijn we al... Oké, wacht. Zo, hero. En dat ongeveer, dit is het wel. I guess so. Ja, yeah, dit is het. Oké. Cateraar. We doen Bob. Bob Pancakes. En hier Jesper Hendricks kunnen we meenemen. Of Wout Smeets. Hij ziet er wel fancy uit. Oké, hier hebben we het. De gezellige... Nee, dikke... Ja, hier zo. De dikke Tony. Huizen dikke Tony. Ik moest het even zo doen. Oké, wat hebben we allemaal nodig? Holy shit, daar is de astronaut. What the fuck? Hey. Oh, wat? Waarom heb ik een astronautpak aan? En... Oh, wat? Kijk die... Kijk die... die boobs, die buggen echt zo hard in dat pak. Is dat Fufu? Oh nee, Fufu is niet gekleed zo. Oh mijn god. Oh, wat? Wow, shit. Wat zie je hier fabulous uit. Holy shit. Oh, Tony Macaroni, je bent mijn held. Je bent echt mijn held. Waarom is zij... Zij is verkleed als een pizza-courier. Oh mijn god, dit is zo geweldig. Consuela heeft geen brillen op. En het stinkt hier een beetje, geloof ik. Hij is verkleed als Magerijn. Ah, kijk, iedereen komt hier naartoe. Naar het gezellige feestje. We hebben geen muziek. Oh mijn god. We willen wel een muziek genieten van een muziekje. What the fuck is er mis met mij? Niet eens muziek regelen. Oh. Oké. We doen een Nee, geen jukebox. We doen hier zo'n geluidssysteem. Zitten we zo hier. Kijk, en dan kunnen we... Hier zo hebben we zo'n box. Zo. We willen wel keiharde muziek hier horen. Dus hoppa, muziek aan.
Oké, aanzetten. We kunnen verbeteren. Oeh, wat kunnen we eraan verbeteren? Betere complimenten, bla bla bla. Oké, en naar luisteren, aanzetten. Wat voor muziek willen wij? Wij willen griezelig, elektronisch, alternatief, pop. Nou, we doen alternatief wel. Yeah! Ik hoor het bijna niet. Volume veranderen. Doe hoog. Oh yeah! Kijk iedereen dansen dan! Holy shit! Oh mijn god, wat een groot feest! Het is succesvol! Oh yeah! Kijk Jazzens dansen dan! Van het nieuwe huis. Iedereen genieten, jongens. Iedereen genieten. Ah, we zijn weer met z'n drieën. Dit is awesome, jongens. Hier hebben we een mooie play. Kijk, het werkt gewoon allemaal zo lekker. Yes! Ik ben de gastheer. Ah, yeah. Kijk dit feestje dan. Oh mijn god, wat is hij aan het doen? Hoor jij niet de catering te doen? Wat ben je er? Je bent aan het Facebooken. Ga werken, joh. Oh nee, hij is... Oh wacht, ik doe wel een aardige introductie. Hoezo kan ik hem een aardige introductie doen? Ik dacht dat we wel vrienden waren met hem. Oh, wat? Voelt zich flirterig. Oh, please, no. Don't do that. Oké, we zetten even geluid zachter. Volume veranderen. Normaal. Oké. Wat kipkluifjes thee maken. Oh, wat een feest. Oh. Oké, taart eten. Oh god, we moeten een taart maken. Tony, maak een taart. Snel, maak een taart. Koken. Oké, we gaan een taart maken. Hamburgertaart. Een taco-schotel. Oh mijn god. We kunnen een aardbeientaart maken. We doen dat. Ah, het is hier nu al een zooitje. We hebben wel een schoonmaker trouwens nodig. Tony, regel een... Oh nee, wacht. Jessens, regel een schoonmaker. Een dienst inhuren. Doe het. Oké. Doe het. Regel een dienst. Motherfucker, regel een dienst. Dienst inhuren. Oké, doe het. Ga niet praten, what the fuck? Doet hij het nu? Nee, hij raakt afgeleid. Oké, hier. Jij... Regel een dienst. Dienst inhuren. Doe het! Waarom werkt het niet? Oh, misschien omdat we op een feest zitten. Oké, we hebben een taart. We hebben een taart, dus dat is ook al geregeld. Ah, iedereen neemt een stukje van de taart. Ah, kijk, iedereen genieten van een heerlijke taart. Oh, shit. Wie is daar? Is dat dikke Tony? Wie is dat? Ah, nee, dat is Jesper Hendricks. Ah, die leek een beetje op Tony. Ah, wat is dit gezellig feest, jongens. Oh, mijn god. Wie is dat? Dat is Kevin? Wie is Kevin? Hij is een oude man. What the fuck? Oké, hier. Zij heeft zieke poeps, jongen. Oh mijn god. Het feest is in ieder geval een succes. Een hamburgertaart bakken. Ah, yeah. Hier zo. Tony Macaroni is helemaal geïnspireerd. Hij wilt een hamburgertaart maken, denk ik. Oké, zo, we maken een hamburgertaart nu gelijk. Waarom wil je een hamburgertaart? Dat lijkt me echt ranzig. Vies, bah. Oké, maak de hamburgertaart, Tony. In je vieze... Ga eens een keer douchen trouwens, Tony. What the fuck is er mis met jou? Maar je hebt in ieder geval de hamburgertaart heb je wel... incognito... wat? Is mislukt? Nu al? Ah, nee. Nou... Hey, we hebben de kikkers nog. Nailed it. Oké, luipaardkikker. What the fuck, jongens. Oké, we zetten de kikker. We maken even een speciale plaats voor onze kikker. Die zetten we hier ergens. Hebben we zo'n tafeltje. Hier zo'n tafeltje, maar dan wel een andere kleurtje. Zo, rood. Perfect. Oké, daar zetten we onze kikker neer. We hebben een kikker. Yeah! Oké, kikker. Regel het. Luipaardkikker. We gaan hem bekijken. Oké, hoe is het? Hij voelt zich heel ongemakkelijk nu. Allemaal mensen zitten hier nog. Die hebben nog feest, terwijl het feestje is mislukt. Hey joh, ruim het op! Motherfuckers! Waarom ruimen ze het niet op? Nou... Oh, hey! Tony Macaroni gaat eindelijk eens een keer douchen. Hè? Nou, ik vond het feestje succesvol. Hier dan, kijk dan. Een lekkere hamburger. Oh, uitstekend. Oh mijn god, Tony Macaroni kan zo goed koken. Iedereen gaat slapen nu. Moet niet... Oh, wacht. Ga goed slapen. Jeez, ga eens goed slapen. Oké, jij ook goed slapen. Goed zo, hè. Oké, nou jongens. Ik zeg in ieder geval bedankt voor het kijken van deze aflevering. Leuk, doe dan een duimpje omhoog. Ik zie jullie de volgende keer weer in ons nieuwe koele huis.
Ik denk dat ik dan nog wat kleine dingetjes ga afmaken. Ik zie het nog wel. En bye bye.